Laatste 5 wedstrijden gingen verloren voor Jong PSV. Het ontvangt nu Roda, dat juist de laatste weken aardig bezig is. De laatste 3 duels wist te winnen. Hoekschop voor Roda. Juist daar zit de kwetsbaarheid dit seizoen voor PSV. Pfluger trapt en Dylan Vente met zijn 19e van het seizoen zet Roda snel op voorsprong. Weer krijgt Jong PSV een doelpunt tegen uit een hoekschop. Mooi treintje gevormd. Roda snel op voorsprong. Het antwoord van PSV duurt ook niet lang. Dit is goed doorgaan. Romero, overzicht. Heeft hij gehouden? Ismaël Saibari. En die schiet hem lekker binnen. 9 minuten onderweg. 2 goals. Het is een heerlijk begin van dit duel. Het staat de Spanjaard daar vrij. Helemaal niemand in de buurt kan aannemen, controleren. En rolt het dan wel bijzonder fraai af. Pfluger. Prachtig meegegeven. Bouchaouri. Dit is een leepballetje. Zoekt Limbombe. Vindt uiteindelijk Vente. Bal gaat er niet in. Nog altijd niet eens een kwartier gespeeld. Hij ziet dat er voldoende te beleven valt in Eindhoven. Want daar worden de wedstrijden van Jong PSV gespeeld. Omdat op de hertgang de kwaliteit van de grasmat te slecht is. Dit is een aardige aanval met Nasso. Toch vrij in het 16 meter gebied. Redding van de Boer niet al te ingewikkeld. Dit is Limbombe. Altijd creatief. Voorzet wordt er half uitgehaald. PSV krijgt de bal niet weg. En dan de overtreding van Ledesma op Bouchaouri. Vrij trap op een gevaarlijke plek. Pfluger, Peersman laat los. Dat is niet zo handig. En dan wordt hij opgepikt door Limbombe. Roda voor de 2e keer in Eindhoven op voorsprong. Een paar onrustige jaren achter de rug, Roda. Maar onder leiding van Jürgen Streppel draait het dit seizoen allemaal een stuk beter. Heeft het eigenlijk het hele seizoen al playoff plek binnen handbereik. Dit is een mooie aanval van PSV. Oppegaard geeft voor en daar komt Bakayoko. Weer hij. En zo hebben we 4 goals na iets meer dan een half uur voetballen. Al met al een buitengewoon leuke wedstrijd. Bakayoko, dit seizoen echt doorgebroken natuurlijk. Schurkt tegen het eerste aan, maakt hier zijn 14e van het seizoen. PSV, dat veel ruimte krijgt om aan te vallen. Dit is slim gedaan. Romero houdt Werker vrij eenvoudig van zich af. Saibari nog maar een keer schieten. Zijn 2e van de wedstrijd. Weer van afstand binnengeschoten en zo PSV op voorsprong. In een uitermate open wedstrijd waar hij niet zo gelukkig mee is. Want hoe is het mogelijk dat de goals zo gemakkelijk worden weggegeven? 2e helft dan. Bakayoko speelt de bal in. Dan draaien. Uit de draai Tielemans invallen. In de ploeg gekomen voor Romero. Het schot is niet overtuigend genoeg. Hoekschop Roda. Natuurlijk Pfluger. Bal schiet door. Werker neemt hem niet goed aan, maar dat pakt gunstig uit, want daarachter hem staat Marzo en die schiet de 3-3 binnen. Weer krijgt Jong PSV een doelpunt tegen uit een hoekschop. Van Nistelrooy werkt er hard aan, maar het lukt toch niet om daar het lek boven te krijgen. De tweede helft is allemaal een pietje minder. Dit is een aardig steekballetje op Emmers. Een redding noodzakelijk van doelman Peersman. Weer was het zo'n goed balletje van Pfluger. Absoluut uitblinken van de avond. Neemt hier weer een hoekschop richting tweede paal. En het schotje van Marzo maakte er dus alleen uit een hoekschop. Dit keer schiet hij hem recht in de handen van Peersman. Kwartier te voetballen nog. Bakayoko. Geen goede inspeelpaas, maar komt terecht bij Priske. Dat is toch een halve schietkans vanaf de rand van het 16 meter gebied. Roda wil de wedstrijd wel graag winnen. Heeft ook een overwicht in de slotfase. Maakt jacht op de winnende treffer. Vorige week bij de Graafschap. Heeft daardoor dus die prima uitgangspositie om die play-offs te halen. Maar deze wedstrijd winnen, dat lukt niet. Laatste schietkans van Pfluger gaat er niet in. Van Nistelrooy en Streppel schudden elkaar de hand. Jong PSV en Roda houden elkaar in evenwicht. 3-3.